Wat fijn dat ik als minister voor Klimaat en Energie deze week het energieweerbericht mag presenteren. Want meebewegen met het weer helpt om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie en om energie te besparen. En hoe dat deze week gaat, vertel ik je zo. Er is weinig wind deze week en dus ook een stuk minder opbrengst van de windmolens dan normaal in de maand december. Vanaf donderdag krijgen we weer iets meer windstroom en dat zie je aan de blauwe staafjes. De zon laat zich regelmatig even zien volgens de verwachting. En zoals je ziet aan de gele staafjes zullen de zonnepanelen de hele week een gemiddelde opbrengst geven voor deze tijd van het jaar. En dan de kou, want het is echt winter. En de komende week zitten we 's nachts onder het vriespunt en overdag waarschijnlijk maar net erboven. En de warmtevraag is de komende week dus ook nog een stuk hoger dan de week hiervoor. Zoals je kunt zien aan de oranje staafjes. We hebben ontzettend veel gas bespaard dit jaar en de gasopslagen zijn goed gevuld. Maar gas blijft helaas duur. Dus juist nu loont het om warmte zoveel mogelijk binnen te houden. Er is ook hulp, zowel financieel als praktisch. Je kan bijvoorbeeld een energiecoach langs laten komen of kijk op verbeterjehuis.nl. En blijf vooral ook dit energieweerbericht volgen, want het helpt als we de stroom van zon en wind optimaal benutten en besparen wanneer dat het hardste nodig is. Succes met besparen en hele fijne dagen voor jullie allemaal.